Voor het project Scoor een boek werden kinderen voorgelezen door niemand minder dan NSC'er Dirk Proper. Tijdens het project lezen kinderen 9 weken lang zoveel mogelijk boeken en wisselen ze deze uit. De middenvelder van NSC was op bezoek bij basisschool De Dukendonk in Nijmegen. En dat was een succes. Fout, riep Wolf haar nijdig toe. Wat heb je een grote tanden, grootmoe? Dit is een project wat voor ons heel belangrijk is, maar natuurlijk ook voor scholen. Want kinderen in deze leeftijd, daar begint de leesmotivatie van af te nemen. Dus kinderen als ze wat jonger zijn, vinden ze lezen heel erg leuk. Maar rond groep 5, 6, dan begint het af te nemen. En door de samenwerking met de NSC, maar ook met ROC Nijmegen, worden de kinderen weer helemaal gepakt. Want er zit een rolmodel op het podium, die lezen gewoon hartstikke leuk vinden. Je hebt het ook aan de reactie van de kinderen gemerkt. Die beginnen echt bijna te juichen als ze zien dat de voetballer zegt van ja, maar ik vind het gewoon tof. En elke keer als ik naar bed toe ga, dan ga ik nog even een boekje lezen. Ja, dat pakt ze. Dit is een prachtig project, ieder jaar weer. Ja, het was hartstikke leuk. Een aantal klassen hier bij elkaar en ze zaten allemaal heel aandachtig te luisteren, dus dat was mooi. Ja, ik denk dat alle kinderen wel een beetje een natuurlijke aversie hebben met lezen. Alleen ik merkte op een gegeven moment wel dat ik het eigenlijk best wel leuk vond. Dus bepaalde boekenreeksen die las ik wel. Dat was dan De Voetbalgoden en later dan De Grijze Jager en op een gegeven moment Harry Potter. Dat waren dan boeken die ik wel echt leuk vond om te lezen. Dus ik zou altijd tegen kinderen zeggen, weet je, ga zoveel mogelijk naar buiten. Alleen op het moment dat je een keertje thuis bent en je hebt niet zoveel te doen, pak er een keer een boek bij. Want er zijn echt, kinderen hebben een hele mooie fantasie. Dus ik denk dat een boek daar heel mooi op in kan spelen. Dus ik denk dat het heel veel kan brengen voor die kinderen. En wij hopen natuurlijk dat het leesniveau in Nederland zo hoog mogelijk blijft. En dat kinderen geïnteresseerd zijn in lezen. Dus, De kinderen reageerden enthousiast op de komst van Proper en vertellen over het lezen. We zijn nu met Scoor een boek bezig. En we lezen ook vaak in de ochtend eerst 20 minuutjes, kwartiertje. Ik ben al 8 jaar, bijna 9. Ik lees nu al zeg maar Harry Potter, dus het is een beetje vroeg voor mijn leeftijd. En wat nou het favoriete boek van Dirk zelf is? Ja, mijn favoriete boek, dat is een hele goeie. Ja, ik heb net toch wel de Harry Potter boeken gezegd, omdat dat ook voor die kinderen ook wel toegankelijk is. Maar als je dan toch een beetje aan de andere kant op... Ik vind Relentless, dat is een boek, gaat een beetje meer over mindset en hoe je met dingen omgaat, zeg maar. Dat vind ik wel echt een heel goed boek. Dus dat is wel een aanrader voor iedereen.